Jacqueline, afgelopen zaterdag was jij geschorst in de wedstrijd tegen AZ. Hoe heb jij die wedstrijd vanaf de tribune beleefd? Uh, als een moeilijke wedstrijd. Uh, je kan niet veel, omdat je natuurlijk uh, niet betrokken bent bij je team op dat moment. Uh, ik denk niet dat we slecht beginnen tot aan een penalty. En daarna ja, geef het niet weg, maar dan komt de klas van AZ wel uh, erbovenuit. En dan moet je ook gewoon uh, erkennen dat het gewoon een goede ploeg is. En dan moeten we gewoon eigenlijk gewoon. Uh, de draad weer oppakken nu doorgaan naar vrijdag. Ja. lijkt me wel lastig dat je dan vanaf de tribune ook geen invloed hebt op, op, op het team op dat moment. Ja, het is zeker lastig dat je geen invloed hebt. Je kan niks, je zit maar een beetje met alle fans daar op de tribune te kijken naar de wedstrijd. Dus het is niet fijn en dan weet je ook hoe het is als fan zijnde om op de tribune te zitten. Alleen, ja, het moet ook gewoon eerlijk zijn dat de AZ wel een goede ploeg is. Dan komt uh, vrijdag Fortuna Sittard naar uh, het Stadion. Een wedstrijd, wat misschien wel de laatste kans is om naar boven nog te kijken. Ja, klopt. klopt. Ik denk dat dit uh, gewoon onze laatste kans is die we moeten pakken. Uh, wij gaan uh, altijd blijven strijden, ook al zouden we deze wedstrijd verliezen. Alleen dan is de kans veel minder groot dat je het redt. Dan dat je deze wedstrijd vrijdag gewoon wint. En dan uh, is het volgens mij nog vier punten. Nou, dan heb je het nog een beetje nog in de hand. Want dan gaat Fortuna ook de druk bij zichzelf voelen. En dan denk ik dat we gewoon het seizoen goed kunnen afsluiten daarmee. Dan. seizoen werd Fortuna nog thuis met 3-1 verslagen. Jij bleef die wedstrijd toen op de bank, wat weet jij nog van die wedstrijd? Ik weet nog dat ik eigenlijk zou invallen met, ik weet niet meer, met Bas Kuipers, dacht ik. Als Nasse die penalt tweede, tweede penalty had gemaakt, maar die miste die. hij. Uh, toen bleef ik op de bank zitten, maar ja, je was wel blij dat je die wedstrijd wint. Uh, mooie actie van Tommy trouwens met zijn hoofd toen nog, een assist. Dat zijn de dingen die ik nog weet van de wedstrijd. Wat heb jij nog voor boodschap aan de fans uh, van ADO Den Haag? Ja, blijf ons steunen en ook wij zullen ervoor zorgen dat we eindelijk nu de drie punten kunnen pakken. en dat we de weg naar boven kunnen vinden. Dus uh, ik wil tegen alle ADO-fans zeggen: ik hoop jullie graag vrijdag te zien in het stadion.